Welkom, Ruben Berghauser Pont. Ja. We staan hier omdat eigenlijk een bijzondere gebeurtenis is. Want per 1 juli wordt Risk & Compliance platform overgenomen door Berghauser Pont organisatie. Wat betekent dat voor het platform? Wat gaat er veranderen? Nou, we houden eigenlijk zoveel mogelijk hetzelfde. Was Michel natuurlijk heel goed in het brengen van nieuws, achtergronden. We zijn zeer verheugd dat we dit voort kunnen zetten. Ik denk dat de kijkers van Risk & Compliance TV blij zijn dat het in ieder geval gecontinueerd wordt en dat het op dezelfde manier verder gaat, ook in de geest van Michel. Even over uw organisatie. Wat zijn jullie voor organisatie? Wat doen jullie nog meer? Nou, wij doen ook nieuws op een aantal andere gebieden, waaronder data en privacy. En wij hebben een cursusorganisatie. Wij geven al cursussen op het gebied van de WWFT bijvoorbeeld. En dat sluit goed aan bij wat Risk & Compliance Platform Europe doet. Kan ik me voorstellen, dat is complementair. Is dat inderdaad. Mag u heel veel succes wensen met de verdere integratie van het Risk & Compliance Platform. En we hopen nog veel van u te mogen horen. Dank u wel.